de nummer 2 is hier geweest. Zaterdag naar de nummer 1. Ja. Hoe moeilijk wordt dat? Uitdaging. Een hele mooie grote uitdaging, denk ik, voor ons. Waarbij we ons kunnen meten, denk ik, tegen een van de betere ploegen in de Eredivisie. En ja, ik denk dat we afgelopen weken, maanden hebben laten zien dat we ook prima kunnen voetballen. En resultaat kunnen halen tegen goede ploegen. Dus ja, daar gaan we morgen ons stinkende best voor doen met elkaar. Ja, dat gebeurde inderdaad afgelopen weekend. Daar is nog veel op teruggekeken. Nee, we hebben de wedstrijdbespreking nabesproken. Of de wedstrijd nabesproken, dat doen we altijd met elkaar met wat beelden erbij. En dan gaat de knop weer om en dan ga je door waar je bent gebleven en probeer je te verbeteren. Je probeert tactisch wat een aantal zaken weer uit om te kijken of dat uiteindelijk gaat werken richting deze wedstrijd. Dus nee, niet heel lang bij stilgestaan. Ja, Ajax verliest 2 keer achter elkaar. Heb je gekeken hoe die tegenstanders pakten? Ja, we hebben alle wedstrijden wel bekeken. Ik heb wel live Atalanta dan gezien tegen Twente. Niet helemaal, maar wel uiteindelijk in de bespreking terug bekeken met mijn collega's. En ja, dan haal je wel wat patronen eruit. En denk je, zo gaan wij het ook doen? Nee, wij zijn geen Twente, wij zijn geen Atalanta. Wij doen het anders, hè? Ja, maar in ieder geval Ajax heeft natuurlijk een dreun gekregen. Dat ze uitgeschakeld zijn in de Champions League. Gaat dat nog tegen hun werken? En voor PEC Zwolle? Dit is een topclub, joh. Kom. Die mogen niet volgens mij heel vaak verliezen. En daar zijn die spelers volgens mij ook wel gewend aan. Dus voor hun volgende wedstrijden zich ook in een rap tempo op. Ik denk niet dat zij heel lang de tijd krijgen van de trainer om te rouwen. Omdat voor hun de competitie natuurlijk ook hartstikke belangrijk is om kampioen te worden, om de Champions League te halen. Dus ja, weet je, dat is gissen, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat je het niet leuk vindt als je wordt uitgeschakeld, maar... Verliezen is sowieso nooit leuk, toch? Nee, dat vindt niemand leuk, nee. Veray, is die weer beter en Tadić? Ja, Veray is wel beter, Tadić nog niet. Die zit nog niet bij de selectie of gaat hij dit jaar nog weer voetballen? Geen idee. Maar er komt natuurlijk in een week tijd heel veel wedstrijden aan. Ja, klopt. Ik had ook gehoopt dat hij er nu bij zou zijn, maar helaas. Ja, druk programma. Dat kan iedereen aan die nu fit is? Ja, dat zou moeten uitwijzen, maar als het goed is wel. We vaak hebben 3 wedstrijden in de week gespeeld. Dus ja, ik hoop dat we dat aan kunnen met elkaar. En we hebben, denk ik ook, in de breedte genoeg spelers die uiteindelijk ook daarin ons kunnen helpen. En waar voor sommige spelers ook weer misschien een kans is om een wedstrijdminuut op te gaan doen. Aankomende periode, maar ja, daar ben ik nu niet mee bezig. Weet je. Het is nu gewoon, we gaan naar Ajax toe. En dan hebben we Ajax gehad en dan maken we de balans op. En dan gaan we werken naar de volgende wedstrijd. Tegen Ajax, Bram van Polen en Pelle Clement, zitten die al bij de wedstrijdselectie? Ja. Of kunnen die ook starten vanaf het begin? Ja. Dus dat is een meevaller. Die zijn goed uit Vitesse gekomen. Ja, hebben maandag ook gevoetbald met de beloftes. Met het onder 21 team, gemixt team, tegen Heerenveen. Dus dat hebben ze goed doorstaan. Dus die hebben al wat minuten in de benen? Ja. Dus die komen eigenlijk op het juiste moment terug? Ja. Maar ja, dus elke aanvulling van die orde is denk ik heel erg prettig voor een trainer. Jawel, maar voor zo'n belangrijke week, dan kun je maar beter alle spelers bijna fit hebben. Ja, dat klopt, maar dat heb je niet altijd in de hand. Dus ja, dat is fijn. Ja, dat geeft ons weer meer keuzemogelijkheden, zo simpel is het.